Mijn naam is natuurlijk Rood. En vandaag gaan we roze pannenkoeken maken. Dit is alles wat je nodig hebt. Een blender, melk, suiker, bloem, honing, rode bietjes en lees hieronder hoeveel precies van alles. Doe je de bietjes in de blender. Hierbij doen we het eitje. Nu gaan we dit alles mengen. Het belangrijkste is aan de ene kant moet ze hard gebakken en aan de andere kant moet je heel eventjes. Dan is de pannenkoek nog heel mooi. Roos. Je pannenkoek is klaar.